Nou, dat ja, precies. Oh, lijkt wel veel op papa, denk ik. Heb je geen mondkapje op gedaan? Oh, laten we snel wegrijden voordat de politie komt. Ik ben ook gewoon een mens met woede, boosheid, onbegrip, frustratie. Goedemorgen mensen, het is een lange tijd alweer dat ik heb gevlogd en de reden is omdat ik het gewoon heel erg druk heb gehad, dus er was eigenlijk niet echt veel te vloggen behalve heel veel werk, maar oké, voordat ik start wil ik je iets vragen. Hier onder de video is er een duim waar je op kan klikken. En wat ik heel graag wil weten is, zijn deze vlogs nog wel interessant voor jullie om te zien? Want ik maak natuurlijk over het algemeen video's over bepaalde onderwerpen en niet superveel vlogs. Dus als je me wil laten weten dat je deze video's ook wil laten zien, scroll even naar beneden en klik op die duim. Dan weet ik dat je deze video's ook graag ziet. En dat ik zo... Vloggen, ja, dat maakt niet uit. Dit begint ook al op te schieten en dadelijk ligt hier onze mini-mic. En vandaag wat we gaan doen is we gaan naar de verloskundige voor een pret-echo. Dus ik dacht dat is wel leuk om te laten zien. Het is winter, het is ijskoud buiten en ik ga lekker genieten van een ijskoude douche. Ik denk dat het wel scheelt dat de kachelaar staat in de badkamer. Nou, daar voel ik hier niks van. Weet je dat je dat voelt in de badkamer? Ja. Weet je dat het erger is als jij de koffie niet hebt aanstaan? En ja. Dan is het hier koud. Was wel. Neemt je al van bij? Nee. Nu begint het wel koud te worden. Oh. Hey Ben, kom eens even eruit. Kom eens even laten zien hoe het met... De mensen op YouTube willen ook heel graag weten hoe het met jou gaat. Hoe staat het met jou de afgelopen dagen? Wat heeft jou bezig gehouden? Huh? Dit is misschien... Extreme. Yeah. Daar zitten die pretjes in. Die vlokjes. Ja, alle vlokjes bij jou zitten onderin. Je hebt niet goed gescheurd. Die vlokjes meer op. Deze? Dat is gewoon een snoepje. Carrot. Dat is gewoon oranje. Wortel, ananas, oranje, pataat, appel, avocado, limoen, gember en gooi je best. Maar wij zijn er ook aan gewend. Ik denk iemand die weinig groente eet en veel ongezonde dingen of misschien minder goede keuzes maakt. Ik geef het over. Je moet je zo dragen dat je het niet kan ademhalen. Ja? Nee, dat is goed voor je. Goed, denk je. Nou, precies. Dit is gekke werk. Ja. Die stekker uit mijn auto gaan opkollen. Serieus, we gaan wel een beetje voortmaken, hè? Want dan komt er veel meer allemaal. Ik wil daar niet te laat zijn, het is al 5:30. Zo, tijdje. Oké, tot zo hè. Ja. Oké, ik ga even de auto draaien. Wij zijn weer eens een beetje aan de late kant. Het is nu 10:36 en we moeten 10:45 bij de verloskundige zijn.
Het is wel dichtbij. Het is volgens mij tussen de 5 en 10 minuten rijden. Dus dat halen we wel. Maar dit is echt wel Mike en Chantal stijl. Net op tijd en meestal te laat. Het wordt wat als die baby er dadelijk is. Ik kom mij nooit meer ergens op tijd, denk ik. We zijn met z'n vieren. Oma gaat ook mee vandaag. Als het goed is, past het wel. Met z'n vieren. Ik moet echt een beetje opzetten. Ja. Hi. Hey. Wat dan? Wel een gordel om, want anders blijft dat ding piepen. Even kijken, hier zit jouw eens. Moet je die vuilnis filmen? Heb je die vuilnis hier? Ja, het is toch niet meer normaal? Of? Ga je er maar omheen? Ik heb het net ook gedaan. Het is toch niet meer normaal? Nou, schiet maar op! Oh, goed. Oké, we zijn er precies op tijd. Alleen we zijn nog niet binnen. Waarschijnlijk een minuut te laat. Ja. Zo. Hier ligt het hoofdje links. Ja, dat is niet zo. Oh, hier, dat hele stukje. Ja, kijk eens. Oké. Die oogjes. Ja. Een handje. Een handje, een handje. Ja, leuk. Lijkt wel een beetje een wipneusje zo, ja, hè? Ja, dat heb ik ook al gezegd. Hartstikke goed, 140 slagen per minuut. Oh, lijkt wel veel op papa, denk ik. Oh, hij duikt gelijk weg. Ja, dat is toch wel. Leuk, hè? De handjes omhoog, ja. Hè? Echt wat hij knap doet. Jeetje. Ja. Ja, dat zag ik al gezien. Dat was leuk. Knap kindje, hè? Knap hoor. Zo mooi. Ik doe het thuis wel. Je beweegt allemaal al, hè? Dat vind ik toch zo leuk met een gaaf mondje. Ja. Dat is ook een mooie foto, ja. Mooi, hè? Ja. Ja, dat was echt wel leuk. Je zag ook echt het gezicht nu, ja. Voor het eerst. Heel duidelijk. Ja, wat leuk. Ze zei dat hij op mij leek. Ja, hij heeft echt wel jouw neus, hoor. Dan moet je toch wel Mikey heten, hè? Ja, Mike Junior eigenlijk. Mike Junior. Hij heeft echt jouw neus. Ja, dan moet je echt Mikey Junior. Hij ligt dus hier maar zijn hoofdje, ja. Zo. Voor zijn rugje en hier zitten zijn ja. Mensen, zijn voetjes. Ja. Zij moet voor 4:34 gedraaid zijn. Mooi. Oh. Een mooie kleur, hè, dat blauw, hè? Ja. Oh ja. Oh. Dat kan niet gelijk aan. Dat denk ik. Wat wordt dat eerste pakje? Dat is ook leuk, hè? Dat vijfje, ja. Dat is een mutsje. Oh. Oh. Leuk. Dat is een mutsje. Oh. Ja, schattig toch? Ja, het slaapt nergens. Het is gewoon een soort rotonde geworden. Ja, het is een rotonde. Wat is bier ook allemaal. Allemaal blikken bier. Misschien is het zo'n... Misschien is het juist daar neergedumpt. Ja, expres. Ja, ja. Een soort demonstratie. Ja. Een nieuwe? Ja? Hoe zal jullie een nieuwe? Een brede neus. Ja. Is mijn neus? Ja. Zo, dan moet je dat filmpje terugkijken. Ja, dit is wel een beetje een kopie van mij. Dat is schat, hè? Nee, je hebt gekeken. Oh, die van het jaar. Zal die naar je zus sturen?
Oh, wat duidelijk. Het is duidelijk. Niet te geloven. Ja. Ja. Mooi, een gaapbeer. Oké. Wij gaan nog even naar de winkel toe. De babydump. Past wel in het thema nu. Dat is een flinke buik, ja. Maar ik kan niet geloven dat het daar echt mijn buik zit. Nee, je kan het ook niet. Het wordt pas echt als die daar in onze handen ligt, natuurlijk. Maar ja, nu heb je gewoon echt een gezichtje gezien. Dat vond ik wel heel. Dat raakte me wel echt heel erg. Dat je gewoon echt een. Ja, die mijn neus heeft. Weet je, het wordt weer zo'n ding als wij met z'n tweeën zonder kap in de middel. Dan voel ik gewoon echt al die druk of zo, die stress ervan. Ja, vanaf zaterdag moeten we een kapje op. En ik zou het echt serieus zo mooi vinden. Dus iedereen zou denken, maar dit is raar, gisteren niet. Ja. We gaan het allemaal niet doen. Ja, weet je wat? Wat zou er dan gebeuren? Daar ben ik echt benieuwd naar. Dat valt de hele regel. Dan was. Denkt hij, wat is dit? Bastiaan Adriaan. Nee, zie je. Ik had gelijk. Echt een Bastiaan. Bastiaan Adriaan. Wie zit erin? Echt Bastiaan. Adriaantje! Wat is weer? Wat jij van Ja, ik zou het ook wel leuk vinden als hij een beetje mijn tintje kreeg. Het kan ook zijn dat hij net zo, dat hij gewoon helemaal net als mij wordt, maar dan met jouw kleur. Dat zou ook raar zijn. Dat is een blanke meid. Wat gingen we eigenlijk hier kopen? Die topper. Topper. En die hoeslakens hebben voor die maat. Een hoeslakens. Ja. Het is allemaal wat, al die spulletjes die je nodig hebt voor baby's. Dus dit schijnt dus een speendoekje te zijn. En waar is het voor? Dat, dat je de speentje kan eraan maken. En als de baby het speentje kwijt is, kan je makkelijker vinden. Dat is toch briljant, mensen. Ik weet niet of je wel eens naar de Euro Disney bent geweest, maar wij waren daar 2-3 jaar geleden. En dat je een attractie, dat was een explosie van kleur. Alsof je een psychedelische reis maakte. En dat is denk ik hoe ik denk dat een kind het liefst zijn kamer zou willen hebben. Ik moet alleen nog dekentjes. Wieg, lakens, deze dan. Welke wil je anders hebben? Nou, ik dacht deze. Ik twijfel tussen deze en deze. Oh, dan weet ik wel welke we gaan nemen. Die van met de vijver op. Waar lijkt dat op? Ja, dat doet mij denk aan Morop dan. Chucky. Ja. Dat is Chucky. Oké, we zijn eruit. Dat was Brent, lieve kind. En er was een hele groep mensen die natuurlijk een mondkapje op had. Ik voelde me ineens in de spotlight. Iedereen keek me zo aan van, wat de f*** is dit? Voor mij is het ook gewoon een sociaal experiment. Even los van de waanzin ervan. Het is gewoon interessant om te zien wat er gebeurt. Maar ook interessant om te zien wat er gebeurt als je er tegenin gaat. Ik denk dat sommige mensen die hebben zoiets van, oh dat is een wappie. En andere mensen hebben zoiets van, verdomme, waarom doe ik dat ook niet? Waarom doen we dat niet allemaal? Oké, okay, Chantalicus gaat ons matrasje ophalen. Shit, ik kom een beetje tijd tekort als ik wil gaan sporten, want ik moet om 5 uur op mijn werk zijn. Kijk, daar is ze, met het matrasje. Leg er maar in. Welsje. Breng me naar huis. Moest je ook een mondkapje op? Heb je geen mondkapje op gedaan? Oh, laten we snel wegrijden voordat de politie komt. Ga naar huis, ik heb ook honger. Ik ga patat halen. Ja? Nee. Morgen patatjesdag, toch? Morgen zondag, morgen is patatjesdag. Ja. Oké, mensen, ik heb Chantal afgezet. En het was even gehaast allemaal, maar ik ga het nog halen om even snel een workout tussendoor te doen. Voordat ik naar mijn werk ga. Dus dan kan ik even mijn stoom afblazen van alle s*** die er gebeurt op dit moment in de wereld.
Dat was een hele fijne training. En ik heb heel de training die kop van die weet waar mijn hoofd gehad. Ja, inderdaad. Ik ben ook gewoon een mens met woede, boosheid, onbegrip, frustratie. Maar dat is er nou voor een groot gedeelte uit. Het is goed in deze tijd om af en toe je shit kwijt te kunnen. En je blijft ook nog fit. Dus het is twee vliegen in één klap. Maar goed mensen, ik ga morgen weer verder vloggen. Ik ga me nu omkleden richting mijn werk. Dus ik zie je morgen. Oh ja. En wat ik ook vroeg in de ochtend. Als je vlogs leuk vindt en je wilt graag dat ik vlogs blijf doen. Ga even naar beneden en klik op die duim. Want dan weet ik dat ik af en toe wel even een vlog moet creëren voor dit kanaal. Ik zie je morgen. Bing is er weer bij. En waar we naartoe gaan, we zijn onderweg naar Den Haag. Het is nu 7 november en in Den Haag is er een hele grote protestmars. Er komen gigantisch veel mensen vandaag samen om zichzelf uit te spreken en te laten horen vanwege de zwaar overdreven maatregelen. En ik weet niet waarom, maar ik voelde me echt geroepen om te gaan, want ik heb zoiets van, ik blijf altijd stil. En ik doe mijn eigen ding, maar ik denk dat dat hetgene is wat we juist niet willen doen als we vrijheid terug willen. En dat is echt hetgene wat ik voel dat we aan het kwijtraken zijn. Dus we gaan zo zien hoe het daar is, ik ben benieuwd. Hey, oude mensen ook, hè? Oké, ik zie een heleboel mensen en ook een heleboel politieagenten. De politieauto's. Ik heb nog nooit zoveel politieauto's blokken. Ik kom daar met Bing in de buggy. Oké, we zijn er. We hebben een parkeerplek kunnen vinden. Het is echt heel druk. Maar nou, nu gaan we richting het Malieveld lopen. Het veld zit vol. Er zijn duizenden mensen. Als jij nu zit te kijken en je denkt van, ja, die Mike is ook een wappie. Ik denk dat je dan heel goed moet nadenken, want kijk maar even wat er gebeurt in Australië en andere landen. Vrijheid is gewoon verdwenen. En het wordt steeds minder. En mensen doen heel makkelijk over heel laks van, dat komt wel goed, dat komt wel terug. Maar dat is nou precies de houding die ons in het probleem heeft gebracht. En dat stopt ook echt niet. We zijn nu echt aan het lopen. Het was een hele tijd stilstaan. Omdat er is een soort van bottleneck, omdat er zoveel mensen zijn. Ja, die passen gewoon niet in de straat. Maar dat is wel een goed teken. Dat er zoveel mensen zijn.
staat onze auto, dus als we weg willen, dan moet je lukken. Tijd voor een plaspauze. Wij dachten dat we net aan het einde van die hele stoet liepen. Maar er komt geen einde aan. Super druk. We zien daar niemand een mondkapje. Dat was wel bijzonder. Wat vind jij ervan? Wel echt strijder. Gaan we nog even vechten? Kijk, daar is de ME. Nee, ik vond het wel bijzonder. Het is fijn om er heel veel mensen te zien die dus dit ook allemaal niet willen. Ja, precies dat. Dus het was fijn om van te zien hoeveel mensen het er niet mee eens zijn. Hoeveel mensen verlangen naar vrijheid en er iets aan doen. Ook al denk ik dat de demonstratie niet zin heeft, maar het is wel een manier om denk ik een beetje die samenhorigheid te voelen. Dus als je het leuk vond, vergeet niet te liken en te subscriben. Zeker als je meer vlogs wil zien, klik even op die like-knop. En mensen, veel succes de komende tijd. Zorg goed voor jezelf en de mensen om je heen. Wees de beste versie van jezelf elke dag. Ik zie je in de volgende video.